De Hazenpot in Boerdonk mag zich sinds woensdagochtend toegankelijk voor iedereen noemen. Het gemeenschapshuis is daarmee het 86e openbare gebouw in Meijerijstad, maar had de eer als eerste voorzien te worden van een speciaal keurmerk. En daar zijn ze maar wat trots op in Boerdonk. Hier komen vooral veel ouderen. Hè, en die hebben rollators, scootmobielen. Ja, wij merken wel dat uh, mensen hier heel toegankelijk zijn en gemakkelijk binnenkomen. En we hebben eigenlijk nooit geen problemen met dit soort dingen. Dus met de juiste aanpassingen nu kunnen we weer jaren vooruit. Grote aanjager van het project is Riens van Rij, voorzitter van Stichting Toegankelijk Rijstad. Van Rij is zelf lichamelijk gehandicapt na een ongeluk en zit soms in een rolstoel. Hij legt uit tegen welke obstakels mensen met een beperking letterlijk en figuurlijk aanlopen. en hoe een kleine ingreep dat kan veranderen. Aan te trekken, want 9 van de 10 keren is dit. Voor mensen te zwaar. Bij een openbaar gebouw moet ik binnen kunnen komen. En vaak was het zo dat er alleen maar traptreden waren. En als ik met een rolstoel zit, dan kan ik dan niet naar binnen. Dus dat was het eerste. En is de deur waar ik binnenkom, is die niet te zwaar om open te maken. En dan was ik binnen en dan, ja, als ik dan heel simpel denk, dan moet ik mijn jas ergens kwijt. Als ik dan een kapstok ziet van twee meter hoog, dan daar kan ik niet bij met een rolstoel. Een deurknop die te hoog hangt, een opstapje, een tafel waar je niet met je rolstoel kunt aanschuiven. In Den Hazenpot is het allemaal verleden tijd. Wethouder Johan van Gerwe benadrukt nog maar eens dat wat iedereen zonder beperking gewoon vindt, voor mensen met een beperking niet opgaat. Dat zijn hele kleine dingen waar wij normaal gesproken niet over nadenken, maar dat iemand met een beperking wel tegenaan kan lopen. Dus ja, dan, dan word je uitgedaagd en dan ga je kijken van hey, hoe kunnen we dat verbeteren. En gelukkig samen met de vrijwilligers van de stichting Toegankelijk Meijerijstad hebben we dat voor elkaar gekregen. Alle openbare gebouwen van Meijerijstad zijn nu dus voor iedereen toegankelijk. De wethouder kan het belang hiervan niet vaak genoeg onderstrepen. Voorheen waren zij natuurlijk, konden ze die gebouwen wel inkomen, maar dan waren ze altijd afhankelijk van iemand die die loopplank even uitlegde, of die rijplank uitlegde, of iets dergelijks. En dat is nu niet meer. En wie denkt dat Meijerijstad zomaar een van de vele gemeenten is die al zover zijn, die heeft het mis. Nou, ik kom ook in andere gemeenten en uh, daar hoor ik dus dat wij ver, ver vooruit lopen. Dus met alles, met schouwen, met scholenbezoek, met uh, ja, uh, aanwezig kunnen zijn. De, ja, dat we ons eigen laten zien en laten horen van wat er allemaal mogelijk is in de mijnreisstad. Ik zeg ja, dat is bijna nergens.